Welkom in Utrecht. Ik sta hier voor het Beatrix gebouw en daar gaan we zo meteen naar binnen om aan de slag te gaan met The Sims 3. Nou, The Sims 3 zelf is natuurlijk al een hele tijd uit, maar er komt een nieuwe uitbreiding aan, de vijfde alweer. The Sims 3 Beestenbende. En zoals de naam al zegt, kunnen we daarin beesten kopen, dus aan de slag met huisdieren. Ik ben net aan de slag geweest met The Sims 3 Beestenbende. We kregen eerst de presentatie, daarna ging ik zelf aan de slag met de PC-versie van de game. Nou, wat natuurlijk meteen opvalt is dat je controle krijgt over de huisdieren, over de katten, over de honden, over de paarden. Ja, niet alles zal meteen helemaal goed verlopen, want die paarden, ja, die huisdieren moeten natuurlijk een beetje leren hoe ze alles moeten doen. Ook jouw Sims zullen moeten leren omgaan met die huisdieren. Je zult niet gelijk op een paard kunnen stappen en perfect alles doen. Je zult dat, er is een soort leercurve en dan naarmate je dat meer doet, gaat het beter. Dat is een beetje het realistische gedeelte van het spel. Het onrealistische gedeelte is een eenhoorn die opeens om de hoek komt kijken. Dat is heel erg grappig, die kan teleporteren door jouw Sims dorpje heen. En die is ook vrij kwaadaardig eigenlijk. Wat je daarmee namelijk kunt doen is huizen in brand steken bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk iets dat ik gelijk heb geprobeerd. Ik heb mijn eigen huis in brand gestoken, ik heb een hutje in brand gestoken. In mijn eigen huis zaten mijn Sims een beetje gevangen. Dus die hebben dat helaas niet overleefd. Nou, dat is eigenlijk de PC-versie waarin je echt van alles kunt doen met die huisdieren. De console-versie, die komt er ook aan voor de PS3, Xbox 360 en zelfs de Nintendo 3DS. Daar werkt het allemaal een beetje anders en daarover ga ik praten met de producent van die versie. Alright, great. We're sitting here with George, the producer of the console version of The Sims 3. Because of course the game comes out on PC and Mac, but also on Xbox 360, PS3 and is it coming to Wii? No, 3DS. The 3DS, yes. Alright. For the console versions, the home consoles, the PS3, 360, can you give us a quick rundown of the unique features compared to the PC version of the game? Yes, the Sims 3 pets for the Xbox 360 and the PS3 have some great features. They have karma powers, and these were a feature that we had last year that were really popular with our fans. So we brought them back, we added some new karma powers specific to our awesome pets, like Feral Possession, which is a great one, Transmogrify, which allows you to change pets in The Sims and vice versa. We have mysteries in the game, and mysteries are a series of great quests and that you get to solve as you go throughout this coastal town. Find out the history of the town, dig up buried treasure, find out what the socialite club is, things like that. And then we have challenges, and challenges are also another feature that we brought forward. Some great ways for players to unlock content in the game, go through and really fulfill that achievement that they want to do. Yeah, because we just played the console version, also the PC version. What strikes me most is that the console version is more like an actual game, while the PC version is more like a simulation. Yeah. Why did you make that choice to change the console version in that way? What we want to do is really craft an experience to a lot of new players who hadn't played the game before. The core Sims 3 experience is there. That's very wide open and allows you to do whatever you'd like. And that's an experience that our PC players have come to really love. But it's also an experience that you need to work into. And with our console experience, we really wanted to add paths for players to follow to experience that great content that's really hidden down in there that you sort of need experience to get to. What I wonder is if you're really a big asshole to your cat or your dog, you know, do they run away or do they just stay? They will. They could run away for multiple reasons. Say you're a really bad cook and you lit your house on fire. Your cat might get scared and run away, and you'd have to go find it in the town. Maybe you put out a call on your cell phone and tell your neighbors to look for it. You go and find it. Or maybe if you're just not taking care of it and feeding it, the social workers are not. The pet social workers might come and get it. To finish it off, can you give me in like two sentences the main reason why The Sims 3 Pets is the most awesome expansion to The Sims ever? I think it's the most awesome expansion because life is really better with pets. Everybody loves pets. And for the first time, you can experience everything you want to in the full life of a pet.